Hi Steenbok, leuk je kijkt naar de Korte Week Horoscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 30. Het is van maandag 22 juli tot en met zondag 28 juli. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Steenbok alsof deze week een week is waarbij je je heel erg verbonden kan voelen. Waarbij je lekker in beweging bent, maar er wel wat twijfel kan zijn. Hè? Dus ik heb het idee dat je het heel fijn vindt om met bepaalde mensen te zijn of bij een bepaalde situatie aan te gaan, een bepaalde verbinding aan te gaan. Alleen je lijkt wel voor jezelf te onderzoeken of dat er misschien nog andere mogelijkheden zijn. Dus aan de ene kant geniet je ervan en aan de andere kant wil je echt kijken of dat er misschien nog meer is, of dat er misschien nog wel een ander stuk is. En het is goed voor jezelf, zou ik zeggen, om de dingen ook misschien wat op te schrijven. Omdat het lijkt alsof je er niet helemaal uit kan komen. Je vooral dat stukje geborgenheid zoekt, maar toch ook eigenlijk verder wil kijken. En dat lijkt een beetje een dubbel stukje te zijn. Dus ik heb het idee dat je voor jezelf daar echt heel goed puntsgewijs naar mag kijken. En eigenlijk pas besluiten moet gaan nemen op het moment dat je ergens echt helemaal zeker van bent. Dit is alweer een korte week horoscoop. Ik hoop natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.